Morgen de wet, uitwedstrijd tegen Achilles 29. Kunnen we alvast drie punten opschrijven voor jullie? Um, nou ja, we moeten er uh, totaal niet makkelijk over uh, overdenken. Ik denk dat, dat het, uh, ja, het verleden heeft dat wel uitgewezen Dat elke wedstrijd lastig kan zijn als je niet de uh, volle 100% uh, ervoor geeft. En uh, ja, vorig jaar hebben we het daar lastig gehad. 1-1 gespeeld. En uh, ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we 100% focus uh, op deze wedstrijd moeten hebben. Dat we veel strijd moeten leveren en uh, ja, voetballend ons ding moeten doen. En dan uh, ja, moeten we wel zeker voor die drie punten gaan. Ja. Vorige week tegen Den Bos speelden jullie een redelijk goede wedstrijd. Jij speelde in het centrum van de verdediging samen met Belitsa. Hoe verloopt die samenwerking? Ja, ik denk dat we goed bezig zijn. Ik denk dat we nog wel stappen daarin kunnen maken natuurlijk. We zijn allebei uh, jonge gasten. Maar uh, ja, ik denk dat we ja, die spits goed hebben gespeeld en uh, niet heel veel weg hebben gegeven. Je noemt al even dat jullie een jonge verdediging zijn. Nu hebben jullie ook een jonge keeper achter je. Mis je daar niet routine, bepaalde routine? Nou, ik denk als je goed genoeg bent, dan uh, ben je ook oud genoeg. Dus uh, ja, ik, uh, ja, ik vind dat niet aan de orde. Morgen is die wedstrijd tegen Achilles. Wat verwacht jij van die wedstrijd? Ja, ik verwacht dat wij uh, veel balbezit zullen hebben en dat we uh, ja, een tegenstander hebben die ook de eerste wedstrijd thuis speelt en die er graag voor wil gaan. En uh, ja, dat moeten we zien te elim elimineren. En uh, ja, we moeten snel de bal laten gaan. En uh, ja, veel kansen creëren en uh, doelpunten maken.